Nee, al die drukte, dat is hier, de rust hebben we hier nou alles. Prachtig. En dan komt dat er alle gaan weer bij. Omwonenden maken zich zorgen over de komst van een zogeheten Apollo-hotel in het veld. Uitzendbureau Agrostar wil aan de rand van het dorp een complex bouwen voor zo'n 200 arbeidsmigranten. Er is onderzoek gedaan bij de provincie en alleen al in de gemeente Hollandskroon is er behoefte aan meer dan 3000 plaatsen om die mensen te gaan huisvesten. De provincie die, is ook voorstander van bestemming te gaan zoeken voor leegstaande agrarische bebouwing. Leek het ons een goed plan om op deze plek deze plannen te gaan ontwikkelen. Inwoners van het veld en het nabijgelegen Nieuwe Niedorp maken zich vooral zorgen om de toename van het verkeer door de dorpen. En daar zijn de straten niet op berekend. We hebben veel schooljeugd. De school ligt hier achter. Dus het is 's ochtends heel druk met kindertjes op fietsen en ja, heel veel overlast van verkeer. En als daardoor per dag dus nog eens 125 tot 150 auto's door moeten, zowel heen als terug, dan wordt het wel heel erg veel. Het wordt gewoon heel druk, ja, in onze ogen. Dus dat is ons grootste bezwaar, de infrastructuur. Kijk, daar zullen we onderzoek naar moeten doen. Op dit moment hebben de mensen gehuisvest verspreid over de hele gemeente en in de naburige gemeenten. Dus dat brengt ook sowieso heel veel verkeersbewegingen met zich mee. De mensen zitten ook niet overal te wachten op dat arbeidsmigranten zeg maar, bij hun in de straat komen wonen. Dus het lijkt ons een goed idee om hier een centraal punt te maken waar we die mensen op een nette, veilige manier kunnen huisvesten. Begin januari houdt het uitzendbureau Agrostar een informatiebijeenkomst voor de omwonenden.